Nou, vol zelf gauw hoofd op. Vanaf 1957. Ik denk dat we rond 70 nu zitten ongeveer. Klopt. Zijn ze al heel lang mee bezig met de gemeente. Ja. Alleen, dat kost gewoon heel veel geld. En wij trainen heel veel en wij hebben een speciale vloer nodig. Dus wij kunnen niet in iedere sporthal anders. Het Nederlands kampioenschap is in januari. En daarna gaan we dan of trainen voor een EK of WK eventueel. Sommige groepen, net als die groep die nu gaat trainen, de juniorenteam. Die begint alweer in februari met de eerste selecties. En die begint eigenlijk dan alweer te trainen voor het jaar erop januari. Dus wij zijn echt al bijna een heel jaar aan het trainen. Dat gaat om... Ja, bij ons, in onze vereniging wel. We hebben vroeger wel wat jongens gehad. In andere verenigingen schaatsen wel wat jongens mee. In het buitenland en vooral in Italië, Spanje, Israël zien we wel dat er meer jongens rol schaatsen. Hoe krijg je dat aan? Oefening. Het is heel makkelijk. Het is eigenlijk gewoon een schoen met haakjes en die doe je dicht. En je doet van tevoren wel gewoon je panty aan. En die panty die zit over de rolschaats en die blijft gewoon zitten, want er zit stiek onder. Ja.